En even weg uit het stadion. Straks heb ik mijn ontmoeting met een echte filmdiva aan. Ik ben al een beetje zenuwachtig. Maar we zijn hier in Noord-Scharwoude, en dat ligt niet zo ver van Volendam, voor het Nederlands kampioenschap powerliften. Ons NSF-evenement van de maand. Sporthal Geesterambacht in Noord-Scharwoude. Daar waren afgelopen zondag de sterkste mannen van Nederland verzameld voor de Nederlandse kampioenschappen powerliften. En dit is een van de favorieten, Gerard Tromp. Koen Hoppenbrouwer is aan het intillen. De beste 50 powerlifters in 9 verschillende gewichtsklassen gaan strijden om de hoogste eer. De laagste gewichtsklasse was voor hem misschien nog wat te hoog gegrepen. De bandages om de knieën voor optimale steun, want dat is belangrijk bij het powerliften. En ook een gordel om de organen een beetje op hun plaats te houden. We beginnen met Marco de Vries in de klasse tot 60 kilogram. Hij weegt zelf 59,5. En dit is zijn laatste beurt bij het kniebuigen. Dat is de eerste discipline die we u laten zien. Bij het kniebuigen is het de bedoeling dat de halter in horizontale positie op de schouders geplaatst wordt. En bij het door de knieën gaan moet de achterzijde van het dijbeen lager zijn dan de knieën. Het is de derde beurt en het is 215 kilo. Dat lukt in de tweede poging niet, maar nu lukt het wel. En bij het deadliften behaalde hij zelfs een Nederlands record met 235 kilogram. En Marco de Vries werd daarmee in de lichtste klasse Nederlands kampioen. Dit is Gerard Tromp, 32 jaar. Hij was 1 kilo te zwaar om uit te komen in de klasse tot 60 kilogram. En moest derhalve uitkomen in de klasse tot 67,5 kilogram. In de tweede beurt haalde hij al 235,5 kilogram. En dat was al een Nederlands record. Dit is een poging voor nog een keer een Nederlands record met 237,5. En het lukt. Een nieuw Nederlands record dus voor Gerard Tromp. Een ander record in de krachtsport, dat al sinds de Olympische Spelen van Mexico in 1968 staat, is dat van de gewichtheffer Piet van der Kruk. En hij reikte namens de NSF de aanmoedigingsprijs uit aan Sissy Dolman uit Dordrecht, vijfvoudig wereldkampioen powerliften. Binnenkort deelneemster aan de wereldkampioenschappen powerlifting in India. Zij probeert er voor de 6e keer wereldkampioen te worden. Het is een grote propagandiste voor het powerliften en ook voor de vrouwenemancipatie. Ze probeert het powerliften te propageren en is een groot voorbeeld voor velen om haar heen. De Nederlandse Sportfederatie vindt dat een geweldige vrouw, een geweldige inzet en wil haar daarom deze maand de aanmoedigingsprijs aanbieden in de hoop dat hij ertoe zal bijdragen dat het in India heel erg goed zal gaan dit jaar, Sissy. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Uw record kniebuigen onder de 52 kilogram staat scherper dan dat bij de heren. Ja, dat klopt. Mijn record, wereldrecord kniebuigen staat op 173,5 kilo. En het Nederlands record kniebuigen voor de heren tot 52 kilo staat op 172,5. Ton Dassen, ik wens hem veel succes om dat te verbeteren. Siem Wulfsen bij het tweede onderdeel van het powerliften, bankdrukken. Siem, ooit sterkste man van Europa, heeft slechts 3 maanden kunnen trainen. Hij kwam in aanvaring met justitie op verdenking van handel in drugs. En daar is Siem W. het niet mee eens. En hij wil zijn naam zuiveren en eist schadevergoeding. Dat ze naar moet overkomen, dat is voor een claim voor een schadevergoeding. En dat is helemaal van de baan af. Het powerliften krijgt er dan natuurlijk wel weer een hele rotnaam natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel verschrikkelijk. Dat is altijd met de sport. En daarom vind ik het fijn dat ik nu de kans krijg om te proberen mijn naam te zuiveren. En ik wil dat van alles gebruik maken om maar te laten zien dat we er niks mee te maken hebben. Is het voor jou een extra motivatie vandaag om goed voor de dag te komen? Ja, ik doe het aan mijn best. Want normaal doe je na 3 maanden training, doe je niet mee natuurlijk. Ik doe vandaag expres mee om te laten zien dat ik voor de sport ben, niet voor de drugs. Succes is ook voor Rob Visser, maar dan in de klasse boven 125 kilogram. En hij gaat deadliften. En dat is na de squat en het bankdrukken het derde en laatste onderdeel. En de bedoeling is om de benen en de rug te strekken. Het is zijn derde beurt en het lukt 280 kilogram. De enige echte Gerard Dupri. Ook een man met een grote reputatie. Terug naar Siem Wulfsen bij het deadliften. Het wordt zijn
tweede poging en 345 kilo. En als hij dat haalt, dan wordt hij Nederlands kampioen. En het lukt hem, dus ongelooflijk. 3 maanden training en Nederlands kampioen in de zwaarste klasse. Een klasse lichter tot 125 kilogram, Berend Veenenberg. Een enorme gigant. Hij haalde in zijn eerste beurt al 345 kilo en gaat nu 360 kilogram proberen. Dat is het zwaarste gewicht van de hele dag. En hij haalt het. De benen zijn gestrekt. De rug is gestrekt. Tot zover Noord-Scharwoude. Het volgende NSF-evenement van de maand brengt ons in de Efteling. Hoe zit dat voor?